Stel, je solliciteert naar de functie van accountmanager. Dit is hoe het niet moet. Hoi, ik ben Nathalie Mangelaars, ik ben 30 jaar en ik kom uit Amsterdam. Ik heb eerst organisatiewetenschap gestudeerd en daarna internationale ontwikkelingsstudies. Dus ik heb 2 masters behaald. Ik heb inmiddels 5 jaar werkervaring, waarvan 3 jaar in de sales. Ik ben proactief, resultaatgericht en erg sociaal. Oké, zijn jullie al afgehaakt? Want ik merk dat ik het überhaupt moeilijk vind om op deze manier mezelf te pitchen. Want wat ik aan het doen ben, is in principe mijn eigen cv ben ik aan het pitchen. En dat kan je werkgever al in je cv lezen. Maar, hoe moet het dan wel? Ik kan hiervoor ook een voorbeeld geven. Hoi! Ik ben Nathalie Mangelaars en na het zien van jullie vacature voor de functie van accountmanager werd ik gelijk enthousiast. Er stond namelijk in dat jullie op zoek zijn naar iemand die heel erg goed is in cross- en upselling bij bestaande klanten. En dat is exact wat ik de afgelopen 3 jaar met veel plezier bij mijn huidige werkgever heb gedaan. En ook met resultaat, want ik ben wel heel erg trots dat ik kan zeggen dat ik in het afgelopen jaar een omzetgroei van 20% heb weten te realiseren. Ik denk dat dat komt omdat ik oprecht geïnteresseerd ben in wat er speelt bij de klant en dit weet te vertalen in kansen voor het bedrijf waar ik voor werk. Nu zag ik op jullie site en op jullie social media kanalen dat jullie een erg informele manier van communiceren hebben. Dus vandaar dat ik dacht, laat mijn eerste kennismaking ook wat informeler zijn door middel van dit kennismakingsfilmpje. Ik wil heel erg graag meer van jullie weten, maar als jullie ook meer van mij willen weten, dan hoop ik dat jullie me uitnodigen voor een gesprek. Ik hoop van jullie te horen. Tot ziens!